Henk Geertsma uit Assen zoekt al 20 jaar prehistorische werktuigen. Vuistbijlen, schrabbers, spitsen. Hij heeft er een scherp oog voor. Henk heeft al heel wat vondsten gedaan. Professor Wil Roebroeks van de Universiteit in Leiden zoekt ook al jarenlang stenen. In een groeve in Limburg leidde hij een onderzoek dat in 1989 de oudste vuurstenen werktuigen van Nederland opleverde. Honderdduizenden jaren oud. In deze documentaire ontmoeten Roebroeks en Geertsma elkaar niet. Want tussen hen in staat de kwestie vermaning. Om te zeggen dat ik de vinder was. In het Streekmuseum van Gorredijk in Friesland is een vuistbijl tentoongesteld die al in de jaren 30 van de vorige eeuw is gevonden bij Wijnjeterp door de grootvader van Henk Geertsma. Ja. De beroemde vuistbijl. De echte. Dat is hem. Ja. 50.000 jaar oud. Ja. Daar ben ik ook behoorlijk door geïnspireerd. Ja? Ook. Ja, want ik heb zelf twee mammoetjagerskampementen in Friesland ontdekt. Oh. En dat is ook mijn inspiratiebron en van Vermaning ook natuurlijk. Eind december 1964 doet Tjerk Vermaning de vondst die de geschiedenis van Nederland met tienduizenden jaren verlengt, denkt men. Vlak bij de televisietoren in Smilde vindt Vermaning een groepje vuistbijlen bij elkaar. Een doorbraak. Bent u nu door toeval hier in Smilde aan het graven gegaan? Nee, de aanleiding was eigenlijk meneer van een gevonden vuistbijl in het kleine provincieplaatsje Wijnjeterp. Daar werd in de tijd een vuistbijl gevonden. En na de aanleiding van deze vuistbijl, die in dezelfde grondsoort zat en in dezelfde grondlaag dan deze, ben ik dus hier in Drenthe begonnen te speuren, omdat het keileem hier aan de oppervlakte ligt. Wat ging er nu door u heen op het moment dat u die geweldige vondst deed? Ja meneer, die vondst die had ik hier deed, dat is niet te beschrijven. Voor eerst was deze cultuur in Noord-Europa nog nooit ontdekt. En ten tweede was dit voor de wetenschap van Nederland een geweldige vondst. Dus het is te beschrijven dat mijn hart bijna stil stond toen ik deze cultuur hier ontdekte. Boer Vos gaf eerst Vermaning en daarna wetenschappers onder leiding van dokter Van der Waals toestemming te graven op zijn akker. Ze spitten, nu moeten ze schrapen. Hè? En als ze weer wat vonden, dan dokter Van der Waals en zo waren erbij, dan werd alles ter plekke genoteerd wat het was, genummerd en dan kwam een piket in de grond en dan werd het is allemaal in kaart gebracht. De hele vindplaats is in kaart gebracht. Vermaning wordt beroemd, beroemder dan professor Waterbolk van het Biologisch Archeologisch Instituut in Groningen en dokter Van der Waals van het Drents Museum. Ze publiceren de vondsten in 1973 en Vermaning krijgt de culturele prijs van Drenthe. Maar in 1975 staat alles op zijn kop. De vondsten worden vals verklaard. Vuistbijlen en andere steentijdwerktuigen zouden zijn nagemaakt. Dit blijkt uit onderzoek van de toenmalige geologiestudent Dick Stapert. En dat zou niet zo moeilijk zijn, zo demonstreert Gerard Bosinski, een professor uit Keulen in 1977. De feuersteen den kunnen ze bearbeiten met een slagsteen. Dat is quasi wie glas, dat Ganze. En ze zien dan hier sporen. De documentaire gaat over wat dan inmiddels een affaire mag heten. Na de onthulling van Stapert dat de vuistbijlen nagemaakt zijn, wordt Vermaning opgepakt. De provincie Drenthe en het Fries Museum doen aangifte na overleg met justitie, de rechtbank en professor Waterbolk. De zaak komt voor en leidt tot een hoger beroep. Dat leidt in 1978 tot vrijspraak. Niet aangetoond is dat Vermaning de werktuigen vervalst heeft, dan wel op de vindplaats in de grond heeft gestopt. Maar of ze vals zijn, laat de rechter in het midden. Tjerk Vermaning en zijn vrouw Grada zijn blij, maar blijven verontwaardigd over de aanklacht en de gang van zaken. Hoe volwassen stukken ben er onderhaast nou wel niet van? Nou, en als je nou alles eens beziet, rij nou dit vuistbijltje. Nou, dat heb ik zelf van. Nou, ik durf het te belijden voor alles wat me lief is. Dat het vuistbijltje echt is. En het kan me ook niks schelen wat ze ervan zeggen. Het maakt me niks. Tjerk heeft nooit met de vingers aan een steen zitten te hameren. Nee. En het komt eruit. Nee, graag. Maar het kan wel jaren duren. Maar wij zetten wel door. De kwestie laat de familie van Henk Geertsma niet onberoerd. Sympathie heeft men voor Vermaning en zijn strijd tegen de wetenschappers. Maar twijfels heeft men ook.
Er werd, bij ons thuis werd er altijd gesproken over stenen en vuistbuilen. En zeker toen die kwestie vermaning begon, werd er dagelijks over vermaning gesproken van is het wel of niet echt. En wat vonden jullie toen? Bij ons thuis vonden ze maar niks, want mijn opa had maar één. Dus het is apart dat iemand zoveel stenen vindt. De affaire Vermaning is nog altijd een affaire. Afgelopen najaar presenteert professor Waterbolk zijn boek Scherpe stenen op mijn pad. Hij zegt de zaak van zich af te willen schrijven. Wat Van der Waals en ik er destijds ingetrapt waren, was nog het minste probleem. Bomers was onze steentijdsspecialist en hij aanvaarde het materiaal. Die dokter Bomers staat centraal in het complot dat Waterbolk presenteert. Dokter Bomers, een collega van Waterbolk op het Archeologisch Instituut in Groningen, zou de vervalsingen hebben laten maken uit rancune. Vanwege zijn oorlogsverleden was hij gepasseerd bij een opvolgingskwestie op het instituut. Bomers zou de stenen hebben laten maken door amateur-archeoloog Ad Wouters. En Tjerk Vermaning mocht ze vinden op hun aanwijzingen. Al in het begin was hij iemand die er ook in trapte. Hij heeft later het spel meegespeeld. Want hij is degene geweest die bij de opgravingen, wat ik vanavond zei, er moet iemand zijn die stiekem de spullen in de grond gestopt heeft. Die stiekem het, dat moet Vermaning geweest zijn. Bomers is inmiddels overleden. Onbewogen ontkent hij in 1977 elke medeplichtigheid. Je hebt een heel bepaalde mentaliteit nodig om op deze manier te proberen mensen te benadelen. En dat is mijn mentaliteit zeker niet. En ik zou zoiets ook nooit doen. En ook Vermaning ontkent alle aantijgingen. He, dat kan ik, durf ik dus te zeggen, dat ik de vondsten in hoedanige omstandigheden heb aangetroffen. Dat onmogelijk van tevoren wie dan ook maar die vondsten in de grond zou hebben kunnen drukken. Gewoon uitgesloten. Amateur-archeologen en wetenschappers raken tot op het bot verdeeld over de affaire. De publieke opinie is in de jaren 70 en 80 op de hand van Vermaning. Boer Vos is dat nog steeds. Dit was een vindplaats waar na de crematie van Vermaning zijn as verstrooid is op deze plek, vermengd met de grond. Wat zijn vindplaats was dat hij dacht dat hij de wetenschap een hele eer bewees. Dit is ook de plek van Vermaning, wat mede de oorzaak is dat hij de grond ingetrapt is op een leugenachtige manier door de heren Waterbolk en Stapert. Zou het sowieso kunnen dat je dat zo stenen daar, die oude stenen werktuigen in de grond stopt, zo diep? Nee, dat bestaat. Je kon er nog geen spijker in krijgen. Hoezo niet? Zo hard was het, zo vast waar dat spul in zat. Nu, 26 jaar na de rechtszaak, is het nog altijd lastig vrij uit te spreken over de affaire. Waterbolk weigert aanvankelijk in dit programma te komen, als ook amateur-archeologen daarin hun woordje doen. Zij zat op een duurbetaalde stoel en een gewone jongen vindt veel meer dan zij. En dat was het. Het duurt tot 1990 voordat andere wetenschappers ook zeggen dat de stenen van Vermaning vals zijn. Professor Wil Roebroeks doet dat in het boek Oermensen in Nederland. Roebroeks heeft dan naam gemaakt met de opgraving in Limburg. De vuurstenen werktuigen die daar zijn gevonden blijken veel ouder te zijn dan men eerst dacht. Er zijn de laatste maanden wat aanwijzingen gekomen dat misschien een slordige 100.000 jaar ouder is. Dus zeg tussen de, zeg maar rond de 300.000, 320, 330.000. Dat is voortdurend in beweging, zagen over datering. Volgens Roebroeks is Europa ongeveer 500.000 jaar bewoond. Hij heeft 3 vuistbijlen van die ouderdom. Ze zijn gevonden in Engeland bij Boxgrove. Ik weet nog dat toen midden 80er jaren die vindplaats ontdekt werd en dit soort vuistbijlen naar boven kwamen, allerlei collega's zeiden, nou dat kan niet, dit ziet er zo geëvolueerd, zo modern uit. Kan nooit 500.000 jaar oud zijn. En toch lijkt het erop dat dat echt zeg maar min of meer de ouderdom is van die plek. Vastgesteld met dateringsmethode op finesses in het materiaal? Nee. We dateren de werktuigen worden gedateerd met behulp van de ouderdom van de vondslagen. Dus in het geval van